Dit is Marieke Vermeiren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en de tips en de tricks, inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Dankjewel dat je luistert naar wederom een podcast over keuzes maken. Ik ben Nienke van Dijk, ook wel de Choice Consultant genoemd. Ik help mensen keuzes te maken in een tijd dat we keuze te over hebben, bang zijn om de verkeerde keuze te maken en waarin we uiteindelijk vaak niet kiezen. In deze podcast begeleid ik je om een keuze te maken op basis van je intuïtie. We zitten vaak vast in ons hoofd. Daar lopen we cirkels in denkpatronen en dan lopen we vast. Door meer tijd te nemen, door langer na te denken, komen we nog steeds niet tot een keuze. Niet kiezen is ook nog eens heel vermoeiend. Keuzes kunnen we voelen. Dit voelen we vaak eerder dan we met ons hoofd kunnen beseffen. Je herkent misschien wel dat je soms een ruimte inloopt en dat je voelt dat je meteen rechtsomkeert moet maken. Dit is niet in woorden uit te leggen. Er is geen logische verklaring voor. Je voelt alleen dat je daar niet wilt zijn. Later begint je ratio je gevoel te rechtvaardigen en bedenk je redenen waarom het niet goed voelde. Keuzes maken is een vaardigheid. Een vaardigheid die we niet op school leren en vaak leren we die ook niet van onze ouders. Gelukkig heeft jouw nieuwsgierigheid je hier gebracht en ga je leren hoe je makkelijker betere keuzes kunt maken door je hart, door je intuïtie te gebruiken. Vandaag begeleid ik je in deze podcast met het maken van een keuze. Een keuze waar jij al een tijdje mee rondloopt en ook in vastloopt. Het is tijd om het op een andere manier aan te pakken. Want hoe je het tot nu toe hebt gedaan, heeft je nog niet tot een keuze gebracht. Je gaat je hart en je intuïtieve brein laten spreken. Die weten als beste wat goed voor jou is. Je hersenen zijn vooral bezig met denkpatronen, de buitenwereld, met angsten en spanningen. Je hart is gericht op groei en op potentie. Jouw potentie. Wat heb je nodig? 15 minuten in een rustige ruimte. Iets om op te zitten als je nu nog niet zit. En een keuzevraagstuk waar je op basis van je intuïtie een keuze in wilt maken. Ik wil je vragen om te gaan zitten als je nu nog niet zit. En als je zit, ga dan rechtop zitten met je rug tegen de leuning. Beide voeten plat op de grond en met je handen rustig op je benen. Haal een paar keer diep adem door je neus en blaas uit door je mond. Dus diep in door je neus en uitblazen door je mond. Met iedere uitademing merk je dat je rustiger wordt. Als je merkt dat je schouders erg gespannen zijn, laat dan met iedere uitademing je schouders zakken. Sluit nu langzaam je ogen als je deze nog niet had gesloten en volg je ademhaling. Je hoeft er niets mee te doen, je ademhaling gaat vanzelf. Blijf het gewoon volgen. Ondertussen voel je je kleding op je huid, waar je benen de stoel of de bank waar je op zit raken. Je beide voeten staan stevig op de grond. Misschien voel je temperatuurverschillen. Hoor je vogels fluiten of andere geluiden. En volg je nog steeds je ademhaling. Neem de keuze waar je meer over wilt weten in je gedachten. Een keuze waar je al een tijd aan denkt en over twijfelt. Als je je verbindt met de keuze, Wat doet dat met je gevoel? Merk je iets in je lichaam? Voel je ergens spanning? Of voel je juist openheid, lichtheid? En als je spanning voelt, is het dan mogelijk om ook ontspanning in de spanning te voelen? Visualiseer dat je onder die laag spanning kan kijken alsof het een tapijt is dat je omhoog trekt en er even onder kan kijken. Zit daar misschien ontspanning? Of is het alleen angst, spanning of negativiteit wat je voelt? Je bent alleen maar aan het observeren. Geen oordeel, je hoeft er niets van te vinden. Met de keuze waar je over twijfelt en waar je graag een keuze in wilt maken, in gedachten loop je een pad af. Het pad dat staat voor deze keuze. Alsof je de keuze hebt gemaakt. Hoe voelt dat voor jou? Maakt het je blij? Zorgt het voor meer energie in je lijf? Merk je dat je gaat glimlachen? Of merk je dat het een zwaar gevoel geeft? Misschien ben je niet in staat om het pad te bewandelen en merk je dat iets je tegenhoudt. Als iets je tegenhoudt, wat is dat dan? Kun je er naar kijken en zien of het een hobbel is om te nemen, waarna je iets hebt geleerd en waar je van kan groeien? Of houdt iets je tegen omdat deze keuze niet voor jou is? Niet nadenken, het antwoord gewoon laten komen. Het eerste wat in je opkomt is het antwoord. Misschien merk je een gevoel van opluchting, of juist een gevoel van teleurstelling. Die gevoelens mogen er allemaal zijn. Ze geven je alleen maar informatie. Schud je schouders en armen even los, zodat alle gedachten, emoties en gevoelens die horen bij die keuze even loslaat. En dan mag je nu met je aandacht naar de andere keuze gaan. De andere optie. En die mag je hardop uitspreken. Je begint de zin met: ik kies ervoor om. En dan gevolgd met jouw optie. Ik kies ervoor om. Observeer wat er gebeurt in je lichaam als je dit hardop hebt uitgesproken. Welke gedachten ontstaan er? Welke emoties roept het op? Zonder oordeel observeren wat die optie met jou doet. Wat ervaar je op fysiek niveau? Voel je warmte of juist kou? Merk je dat er een frons op je gezicht verschijnt? Of juist een glimlach? Voel je spanning? En als je spanning voelt, wat wil deze spanning jou vertellen? Is het spanning van het leren van iets nieuws? Iets doen wat je nog nooit hebt gedaan? Of is het spanning omdat het een goed idee is, maar niet voor jou? Of is het spanning omdat je voelt dat dit je heel veel kan brengen, maar dat je dat ook spannend vindt? Net heb je voor een pad gekozen om te bewandelen. En ook met deze keuze mag je een pad bewandelen. Een ander pad, alsof je op een T-splitsing staat met beide keuzes en je loopt nu de andere kant op. Hoe voelt dat voor jou? Voelt dit pad beter, makkelijker, lichter dan het andere pad? Of voelt deze juist moeilijker en zwaarder? Voelt de keuze veilig of juist onveilig? En als het onveilig is, is het dan onveilig omdat er echt gevaar op de loer ligt? Of is het onveilig omdat je niet precies weet wat het je gaat brengen? Vaak is deze laatste een combinatie van spanning en rust. Ergens diep van binnen voelen dat het de juiste keuze is, maar je moet ergens doorheen om er te komen. Als je geen duidelijk antwoord krijgt, kan het zijn dat het misschien nog niet het moment is om een keuze te maken. Vraag jezelf: is het nu de juiste tijd om een keuze te maken? Het eerste antwoord dat in je opkomt is je antwoord. Ik ga nu langzaam aftellen van 3 naar 1 en bij 1 mag je rustig je ogen openen. 3, 2, 1. Zet deze podcast even op pauze als je graag aantekeningen wilt maken van de informatie die je net hebt gekregen. Wat was het verschil tussen de twee opties? Kon je duidelijk een verschil voelen? Was er één overduidelijk de juiste keuze? Je hebt nu inzichten en meer helderheid gekregen in je keuze. Je hebt een duidelijk antwoord. Je kunt een keuze maken, of het is juist duidelijk geworden dat het nog niet de bedoeling is dat je een keuze maakt. Met deze nieuwe inzichten kun je een volgende stap nemen. Je kunt deze oefeningen herhalen met een nieuw vraagstuk door de podcast opnieuw te beluisteren. Het zal je ook dan weer informatie geven waar je verder mee kunt. Dank je wel voor het meedoen en als je meer wilt weten over wie ik ben en wat ik voor je kan betekenen, neem dan een kijkje op mijn website nienkevandijk.com. Je kunt een afspraak maken om een persoonlijk vraagstuk in te brengen en je bent natuurlijk van harte welkom in mijn les Power of Choice iedere zaterdagochtend in de oneven weken bij de Bewustzijnsschool. In de show notes vind je de link naar de kaartverkoop. En in deze les leer ik je hoe je makkelijker betere keuzes kunt maken. Iedere les is een op zichzelf staande les met als hoofdthema keuze maken. En we behandelen dan in iedere les een subthema. Je kunt alle lessen volgen en er iedere les iets nieuws leren. En je kunt ook een enkele les volgen en daar waarde uit halen. Ik hoop je daar te zien of in mijn coachpraktijk. Warme groet voor nu. Nienke.